Kevin, het contrast met vorige week kon eigenlijk niet groter, hè, vandaag. Nee, dat kun je wel zeggen, ja. Als je ziet hoe we vorige week erop staan in duels, voetballen, echt als team. Ja, dan wil je die lijn vandaag voortzetten. Maar ja, krijg je 4-0 op de kloten. Dat is niet lekker. Nee, 4-0 op de kloten. Het begint eigenlijk bij die 1-0, een vrije trap. Ja, staan jullie daar niet op te letten? Ja, nou, wij wisten wat hun, wat hun bedreigingen waren. En dat was inderdaad die jongen van de voorzet. Nou, eigenlijk werd hij de hele wedstrijd wel redelijk makkelijk gevonden. En misschien moesten we daar wat sneller kort op komen te staan. En hem wat minder de ruimte geven om uiteindelijk die actie te gaan maken. Maar goed, ja, dat gebeurt wel. En dan zie je dat hij sowieso twee voorzetten geeft. En twee van ligt hij ook in het mandje. Ja, en helemaal, ja, tot aan die 1-0 had jij volgens mij nog geen bal gehad. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik überhaupt een bal heb gepakt. Maar alles wat op goal ging, ging er zo hard in. En terwijl vorige week geef je eigenlijk zelden tot niks weg. En nu geef je eigenlijk 4 kansen weg. En het worden ook direct 4 goals. Precies, ik kan me voorstellen in de rust is nog maar 1-0. Dat je van de tweede helft vol voor die 1-1 ging. In het begin van de tweede helft een kansje. Maar daarna die 2-0, toen was het eigenlijk wel klaar, hè? Ja, we zeggen in de rust ook wat tegen elkaar. We moeten geduld houden. We staan 1-0. We hadden niet het gevoel dat we helemaal compleet weggespeeld werden. En ja, dan zie je volgens mij was het 3 of 4 minuten na rust ligt die 2-0 erin. Ja, en dat is wel een flinke tik. En dan wil je uiteindelijk nog wel wat gaan forceren. En ja, dan 3-0, 4-0 en dan is het wel gespeeld. Ja, is dat net de volwassenheid van Gene Muiden dat vandaag de boventoon voerde? Ja, uiteindelijk, zij willen in de duels komen en die moeten wij gaan ontwijken door het balletje snel van links naar rechts te laten gaan. En ik denk ook niet dat wij heel veel gecreëerd hebben. En uiteindelijk als je zelf niks creëert en je krijgt wel die goals tegen, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. Precies, wat doet het eigenlijk met het gevoel in het team, zo'n nederlaag? Vorige week was het natuurlijk goed gewonnen. Ik denk vorige week kon het niet beter. Nee. Je zag bij die 3-1 en 2-1 hoe de bank... Ja, iedereen die rende naar de cornervlag en het was feest in de kleedkamer en in de bus. En dan denk je, je hebt een goede trainingsweek gehad, dan ga je met vertrouwen ga je naar vandaag. Dan denk ik, derby kun je misschien niet zeggen, maar wel 2 Overijsselse ploegen. Dan moet je erop klappen en dat is dus niet gebeurd. Nee, is het grootste doel misschien wel leerpunt voor de komende week om stabieler te worden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk allereerst vooral achterin wat... Ja, wat beter staan, misschien inderdaad wat volwassenen en uiteindelijk in de eindfase iets meer gaan creëren door overtal aan de zijkant te krijgen, uiteindelijk bezetting voor de goal en dan wel te killen.